kijkers. Vandaag hebben we iets heel speciaals gekocht. Kijk, het staat hier. Namelijk een Barba Papa suikerspinmachine. Hier zie je, dus er staat op de verpakking dat het een rode is. Maar is het ook echt een rode? Dat weten we niet. Je kan er dus suikerspinnen mee maken. Maar zou het lukken om er een lolly mee te maken? Dat weet ik niet. Ik denk van niet. Kijk. Hier zie je dus Barba Papa Maker. Het is van het merk Samana. Dus ja, het ziet er allemaal super leuk uit. Dus laten we beginnen. Kom maar mee. Zet de doos even hier. Ja hoor, het is ook echt een rode. Dus hier zie je dus de rode suikerspinmachine. Wat hebben we allemaal nodig? Kijk, hier heb je de stokjes. Die zaten er wel niet bij. We moesten ze zelf kopen. De kleurstof hadden we ook zelf moeten kopen. We hebben dus rood, geel en blauw. Je kunt ze ook mengen doordat het een ander kleurtje wordt. Dus bijvoorbeeld blauw en rood, dat wordt paars. Oké. Wij hebben al gemengde potjes. Wij hebben het al gedaan. Dat we ze er alleen maar moeten ineten. Dat is blauw en geel. En dit is hier nog een roze. Zo. Dus laten we beginnen. Voor het begin, sommigen, als ze ze nog niet gebruikt hebben, moeten ze de suikerspinmachine even laten opwarmen. Maar bij ons is dat niet nodig, want we hebben ze al een keertje gebruikt. Dus, we gaan nu gewoon beginnen met de suiker erin te doen. Hoeveel mag je eigenlijk zelf kiezen, totdat het een beetje vol zit, zeg maar. Dus zo. En als ze aan het draaien is, dan gaat dat een beetje spatten. Maar dat is een beetje normaal. Nog een klein beetje. Heel klein. Nee, het is genoeg. Het is al genoeg. Zo, dus dan doen we eerst even een potje terug dicht. Zo. Dus, nu ga ik ze dus aanzetten. En dat ijzer dat je hier zo ziet, dat wordt straks super warm. Dus daar mag je niet aankomen. En het is normaal dat het eerst een beetje gaat spatten. Ik ga even weg, want... Ja, oké. Eerst en vooral is het een beginnertje, een beetje draadjes of zo. Maar dat is normaal. Dus, dat is ook heel erg warm. En als je dus straks bezig bent met je suikerspin, mag je niet tegen dat ijzer, want anders is ze kapot. Nu even wachten totdat de suikerspin komt. Hier liggen er ook nog een beetje korreltjes. En achteraf moet je ze ook terug schoon gaan maken. Dat is wel minder. Maar ja. Jullie moeten het echt ook eens proberen. Dat is echt super leuk. Het begint nog niet. Het is een beetje aan het opwarmen en zo. Ja, even wachten. Ze hebben ze wel erg veel in plaatsen te koop. Dus ja, je kan nog wel kiezen waar je ze koopt. Het zijn ook andere, want ja, ik zei het net, we hebben een rode gekocht. Dus ja. Het is te zien in welke winkel waar je ze koopt. Het is te zien in welke winkel waar je ze koopt. Dus ja, wij gaan dus nu een roze maken. Dat had je al gezien natuurlijk. Ze is daar bijna. Hij voelt het ook echt super warm komen. Dus ja. Kijk, als je goed kijkt aan de zijkant zie je al een beetje draadjes komen. Dus je moet draaien en tegelijk ook ronddraaien. Kijk, zes daar. Dat is nog niet de echte, dat zijn gewoon een beetje draadjes van, ja, voor het begin. De echte wordt straks zo meteen heel zachter. Maar dat mag je ook al opeten, als je wil. En goed draaien en je mag ook diep gaan, maar pas op dat je gewoon niet tegen dat ijzer zit. Kijk, dus dat was het begin. Nu ga ik gewoon een tweede stokje pakken en doorgaan. Kijk, nu komt dus de echte suikerspin. Dat is dus een roze. En je moet ook altijd een beetje meer kleurstof in het potje doen dan dat je denkt, want uiteindelijk komt ze toch veel lichter uit. Dus ja, nu draaien. De tweede suikerspin is ook al klaar. Nu over naar de derde suikerspin. Zo.
mooi. Nee, nu plakt ze dus al aan het ding, aan het ijzer. Dus dat is niet goed. Dat is dus niet goed. Dat is een beetje een mislukte. Oei. Ik ga even de machine stellen. Hoor. Dat een beetje kan rusten. Dus, nu hebben we wel een leuke vinkerspinnen die we kunnen opeten. Ze zijn super lekker, dus bedankt voor het kijken. Probeer het zeker eens uit. Dag!